Hallo, ik ben René Lubbedink, agrariër in het Zwiepse Broek. We zijn hier bij onze tweede Akkerranden Inzaaidag. Een mooie vorm van naberschap waarbij we de verbinding zoeken tussen boeren, burgers, jagers en loonbedrijf Hoftijzer Lochem. Voor het inzaaien van akkerranden, wat weer een mooie vorm is van het toevoegen van de biodiversiteit in onze omgeving. En de biodiversiteit is weer belangrijk voor de vogels, vlinders en insecten. Heeft u ook een stukje grond gevonden en u wilt bijdragen aan de biodiversiteit, dan kunt u het beste van half april tot begin mei inzaaien. Gewoon een stukje grond is al goed, u hoeft niet te bewesten, alleen voldoende water is wel heel belangrijk. Zorg dat de grond goed los is, dat kan met een frees of een schoffel. Let bij het zaaien wel op, u heeft heel weinig zaad nodig per vierkante meter. En om het volume wat te vergroten, kunt u het mengen met metselzand, zodat u het volume wat vergroot, het zaait wat makkelijker. Als er eenmaal gezaaid is, is het belangrijk dat u het zaad 1 à 2 centimeter onderharkt, dat ze niet als voedsel dienen voor de vogels. Misschien wel het belangrijkste wat u nodig heeft, is geduld. Geef het een weekje en u zult een prachtig resultaat zien. Wilt u hier ook mee aan de slag? Dan kunt u zaden kopen bij bijvoorbeeld Intratuin of de Welkoop. En als u online wilt bestellen, kan dat bij Hofman AP. En wilt u aan de gang met zonnebloemen, let dan wel vooral op nectarhoudende zonnebloemen. En ik wens u daarbij heel veel succes en veel bloemenrijke akkerranden.